Welkom bij de Marktflits van vrijdag 16 september. In de Marktflits kijken we altijd in zo'n 10, 15 minuten hooguit wat mijn beeld is op de markt en hoe ik ermee omga en welke beslissingen ik neem en wat ik dus zie. Maar voor ik daar naartoe ga, ga ik jullie een prachtige prestatie laten zien van een van de leden van Trading Dutch. Daar ga ik zo heen. Maar eerst geef even de video een like alsjeblieft, dan ondersteun je mij weer. En wil je geen video missen, abonneer je dan even op dit kanaal. Nou, voordat ik naar de Marktflits ga, dan ga ik even vol trots naar het leerportaal van Trading Dutch. En dan kijken we even naar de laatste update. Update van 8 september. Even kijken, een van de leerlingen heeft hier deze breakout gepakt, een van de leden van Trading Dutch. En ja, zoals ik in de lijst zeg maar met leuke munten om nu in te handelen doorgeef, dat zijn munten die regelmatig pieken geven. Kijk, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren en het kan natuurlijk zijn dat je net de verkeerde munt hebt gekozen, want in een neerwaartse trend waar we nog steeds in zitten, ga je gewoon niet heel veel trades openen. He, dat zou onverstandig zijn. Dus als je nou net de juiste trade hebt, juiste munt hebt gekozen, dan kunnen er leuke dingen gebeuren zoals dit. Nou, Beam was er dus eentje die een enorme piek weer heeft gegeven. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dit lid heeft gekocht bij de uitbraak van deze trendlijn op deze groene lijn. En vervolgens heeft hij een eerste target gepakt op 12,45%, de tweede target op 33,83% en vervolgens handmatig bijna 45% verkocht. Dat hij nog hoger gaat, dat kan. Maar winst is winst en dit is toch echt een enorme leuke trade die je echt wel eventjes kan gebruiken. In de tijd van de neerwaartse trend. Dus dit is natuurlijk hartstikke leuk om te laten zien. Het zoveelste resultaat van een van de leden van Trading Dutch. Dan gaan we nu naar de Bitcoin. Je kijkt nu naar de 4 dagen candlestick grafiek. Dus elk candlestickje dat geeft 4 dagen de prijsactie weer. Nou, wat zien we? Nog steeds de neerwaartse trend sinds november. Deze trendlijn die komt dichterbij. Hè. We weten dat ergens als die niet verder omhoog gaat, dat ergens eind oktober zal zijn dat hij daar een beslissing moet nemen. Hij blijft nog netjes boven het groene gebied, hè, het gevarengebied. En hij is daar even in geweest rond 6 september. Maar als je naar de 4 dagen candlestick grafiek kijkt, dan is er weer is het eigenlijk een piekje. En een piekje, dat kan gebeuren, dat hoort erbij en dat geeft niet direct een neerwaartse kracht weer. Overtuigend omhoog gaat hij vervolgens ook niet, hè? Want hier zien we ook weer zo'n piekje in de rode. En de candle van dit gedeelte van de 4 dagen, deze candle duurt nog 1 dag en 18 uur, is ook rood. Maar blijft wel hangen boven het groene gedeelte. Dus het is een beetje besluiteloos en er kan van alles gewoon gebeuren. Hij kan nog steeds naar beneden gaan, in de gevarenzone komen en zelfs daaronder schieten. En als dat gebeurt, dan gaat hij de lagere regionen opzoeken. Als hij naar boven gaat, dan komen we eerst nog deze weerstandslijn hier tegen. Ik zal hem eventjes tekenen. Hè. Eerst weerstand, support en vervolgens weer weerstand. Hè, die komt hij tegen, plus deze trendlijn. Daar moet hij ook nog maar doorheen zien te breken. Wat ik verwacht en wat ik hoop, want dat is het leukste traden, is dat de prijs gewoon hier zijwaarts gaat en uiteindelijk door deze trendlijn doorheen breekt. Vervolgens weer terugkomt naar beneden en deze trendlijn als support gaat bieden. Dat is wat ik denk dat er gebeurt. Maar goed, hè, ik heb toch echt geen glazen bol. Dus we wachten gewoon af en tot die tijd treed ik heel voorzichtig of treed ik niet, want ik wil gewoon zekerheden hebben en aan het eind van het jaar meer in mijn portefeuille hebben dan aan het begin van het jaar. En daardoor is het soms handig om gewoon geen trades te nemen. Even kijken, de trades die ik behandelde in de afgelopen marktflits, welke ik interessant vond om naar te kijken. Dat was bijvoorbeeld AVA. De prijs was toen bij deze rode candle, volgens mij was dat 12 september. En dan wilde ik dat de body, de high van de vorige dag
voorbij ging. Nou, dat heeft hij niet gedaan. Hij is verder naar beneden gegaan. Dat was het andere scenario wat ik vertelde. En dat hij dan op deze trendlijn zou bouncen. Nou ja, hij is daar gewoon doorheen gegaan. Dus dat is ook geen handig instapmoment. Nou zou ik deze lijn hier neer kunnen zetten. Hè? En helemaal hier. Maar ja, jullie zien ook met deze twee raakvlakjes. Het is niet echt een trendlijn. Hier kan je je niet op baseren om hier iets uit te halen. Want ja, de prijs moet gewoon uitspelen. Hè? En dan kijken we wat hij ons gaat vertellen op het moment dat hier de grote groene candle langskomt. En dan gaat deze high van deze dag gaat voorbij. Dan hebben we mogelijk weer iets leuks. Op dit moment is het gewoon nog neerwaarts aan het gaan. En kunnen we er niet zo veel mee. Dus dat is afwachten. Wel blijft de MACD lekker vlak. En dat kan nog steeds tot een grote uitspatting kan dat opduiden. Maar die kan natuurlijk ook naar beneden zijn. Hè? Dus laten we wel wezen. Dan kan ik hier nog even gebaseerd op dit stuk. Hè? Weerstand, weerstand, weerstand. Support, support, weerstand, support. Dus kan zijn dat hij hier nog verder naar beneden gaat en hier op de lijn bounced. Ja, dus ik vind hem op dit moment iets minder interessant. Wat ik het beste of het bijhoud is eigenlijk gewoon de Bitcoin. Wat doet die? En op het moment dat die een beslissing heeft genomen, dan komen er weer opties bij de altcoins. En tot die tijd hou ik het rustig. Ga ik weer verdiepen in leuke boeken. Over leuke boeken gesproken. Ik krijg regelmatig de vraag of ik nog leuke boeken over traden heb. Als je naar tradingdash.com gaat, je kijkt even in het menu. Dan zie je daar lezen en luisteren. En er staan allerlei boeken. De eerste is in het Nederlands. Is echt een boek voor beginners. Maar de andere boeken die hiernaast staan, dat zijn toch echt wel de diepgaandere boeken over traden. Hier heb ik heel veel informatie uitgehaald. Ook uit een van de boeken. Ik geloof deze. De New Trading for a Living heb ik de manier van mijn tradejournaal heb ik daar helemaal uit gehaald. Er zitten een paar leuke berekeningen in hoe je je trade ook zeg maar een soort waardering kan geven. En daar haal ik best wel veel uit. Er staan best wel wat boeken, ook over motivatie en gewoon algemene financiële zaken. En boeken over cryptocurrency. Een aantal leuke podcasts die je ook kan luisteren. Nou, ik hoop dat je daar iets leuks tussen vindt. Voor nu hou ik het hierbij totdat er weer iets echt interessants is om te melden over de huidige markt. En ik wens je alvast een heel fijn weekend en heel veel succes met traden.